Goedemiddag, beste Berkelander. We staan hier bij een bijzonder gebouw, het Dolle Huske. Een klein huisje aan de Rekkense Binnenweg. Iedereen ziet wel dat dit een bijzonder gebouwtje is. En we gaan eens even aanbellen om te kijken of hier ook iemand aanwezig is. Goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Dag meneer, we zijn van Nieuws uit Berkelland. Ach, dat is leuk. We zagen dit huisje al een tijdje staan en met allerlei mooie versieringen eromheen. Ja. En we waren eens benieuwd of hier iemand thuis was. Ja, ik ben wat toes, maar ik ben net even in de stoel ik sliep. Oh, is het... Moet dat nou of... Als het zou kunnen, kunnen we even een kijkje binnen nemen? Ja, de vrouw is ook toevallig aan het koekjes bakken. Oh, nou, dat komt helemaal mooi uit. Ja? Nou, zal ik hoe ver gaan of... Doe maar even. Kom, drie. Jij moet eens waar zitten, ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu zijn buitenland was dat. Ah, ja. Nou, we hebben heel veel reacties van mensen gehad. En die zagen altijd dit bijzondere gebouwtje al staan. Aan de Rekkense Binnenweg in Eibergen. En de mensen waren ons benieuwd wat hier allemaal gebeurde. Kunt u iets over vertellen? Ja, dit is een soort hobby, hè? Hobbyhuisje, dat ik een beetje een verzameling van oude spullen. Het clubhuis van de oudtimervereniging Eibergentrekkers en zo. Ja. Af en toe een keer vergaderingen. En hoe bent u zo bij dit huis gekomen? Ja, vroeger was dat een diepvries, hè? Een diepvriesgebouw. Was van een carousel inzet waar de mensen het vlees in konden vrezen. Maar wat praat dat of kunt u wel verstaan? Nou, wie kunt wel verstaan? Oh, nou, nee, dat is goed. Dat is gewoon, dat had ik nog gewoon in plaats. Ja. En dan heb je de boerderijen verkocht hier een eindje verder op. En dan kwam je in de gelegenheid om dit ding erbij te kopen. En dan kwam ons eigenlijk wel goed doen, want je hebt nieuws gekocht in Eibar naar Staat. Maar zijn overgang niet helemaal zo groot. Vandaar, en ik heb van wie verzameld. Ik heb Jan een oude schuur in mijn toestel. En zat ook vol met oude gij en oude trekkers. En ik en dit is dat een klein gedeeltje van. Ja, wat Ludie zei, die is helemaal toest, dan belt ze op en zei, helemaal toest. Nee, helemaal is er niet. Wat is er op dagverblief? Kijk, zodoende kan ik hou je bij de, met ons bij een beetje in de voet. Ja. Vrije tijd. En zit hij hier vaak of? Vrij regelmatig, ja. Af en toe koffie drinken en dan komt er visite. Toen word ik in de buurt of net zo, ja. En wat doet hij hier nog meer? Want ik zie hier ook een bonte verzameling van ouderwetse artikelen staan. Nou, dat is van de Oldtimer Club. Ja, dat is allemaal wat privé hier, wat hier steekt. Maar dan gaan we met naar de dag van het platteland, bij de welkom en zo, zulke dingen. Toertocht. Dan heb je daar met Laura Senior, kunt zijn beetje. Terug in de tijd, hè. We hebben naar Dorsmal ook nog. We hebben laatst dan met naar Noordek in de West. Heb je de Lettenbrug over 3 weken iets naar staan, of niet? Ja, dat is toch ongeveer, ja. Ja. Kijk, dan hadden we die oude aanmacht, dan hadden we nog een beetje daar oude... We proberen hem dan een beetje in ere te houden. Troonstelling was er vroeger op kop. Nou, dan heb je hier nog een in de ring, daar zit vandaan, daar zit dat vullen op de sigarettenpakjes. Maar je dit stoot dat al op de spuiten van de DTT hier. Dood onverbiddelijk. En dit is al wel 40 jaar oud. En dit is wel een bijzonder exemplaar. Ja, dat is het. Ja. En gebruikt u dat vroeger ook dan? Want die komt van... Ik werd vroeger gebruikt, ja. Dat spuit je zo vrolijk met je toets. En dan zaten de mensen ook aan tafels koekjes te bakken. Ach, inderdaad. Dan waren ze niet zo milieubewust, toch? Je hebt dat al hier met een glazen potje, ja. Ja. En is er nou echt wat erin zit, of... Nee, daar zit wien in, dat is lekkerder. Dat, Ja. Ja, hier een babywerkschool. Van de voetvrouwen met achter op de fietsen of op een Solex. Dan kon ze het kind werken. Hier kun je hem zo verschoenen, maar het is natuurlijk vaste hoesten. Maar... Ja, een beetje onder Nijmen zien. Strikjes.
En zo brengt u de dagen een beetje door? Ja, hier bij de Brabantse sportkavel. Kijk, en dit is een gewichte van de weegschaal, heel ouderwets. Maar wat geëikt. Zeskantig in deze die vullen. En waarom is deze zeskantig dan? Ja, met standaard, ja. Dus, waar ik gestaan. Zie je dat nu, ja. Oh, dus. Dus met standaard, hè. Ja, nou, mijn opa werd vroeger klomp maken en dat kan je hier aan het werk zien. En dat is je opa van het bos? Nee, dat is hij niet, maar dat is wel iets van goed. En dit bouwt eigenlijk ook de hele wereld over. Van Benny Olvader. Mullenkemke. Hier een klein Mullenkemke zitten daar. Dat is hier bij Nelder. Of wat nou de... Nou is het, bij Jan staat er niet, hè. En u bent koekjes aan het bakken vandaag? Ja, ja. Maar ze wilden er nog niet bij doen. En waarom niet dan? Ik weet niet, die zou we niet goed doen. Nee? Nee. Heb je dan een borreltje bij in, Dona? Ja, twee. Ja, twee. Ja, nee, dat is... Hoe kan dat nou? Die hebben altijd al een recept. Ja, nee, maar ik kan niet, wil niet. Nee? Ja, dit is geen groene stroom. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Misschien kijk, vroeger deed ze hier, dat die niet door dat je handen, dat is elektrisch, hè. Maar volgende uur dat is ook wel leuk. Doe hier twee balletjes tussen van deeg. Ja. En dan doe je hem dichter. En dan in het flussen, zo. En dan een keer weer overdraaien en nog weer een keer. En dan met een beetje feeling van hem, dan het koekje gaat. Oké. Maar dat gebruik je nu niet meer? Nee. Nee, ja. Dan moet je ook wel in een kachel doen, hè. Of in het vlies. We breken dan weer af wat. Kijk hier in het ver. In de verkant. Er zit nog GTS in. En dat betekent? Ja, dat waren we hier. Overgrote vader was dat. Te spenken. Dit is een van de eerste exemplaren met landenweer maken. Noordenlijn en Wellenberg. Kijk en even. Kiefenbelt, was zonnaschool leraar hier bij Reelbord. Dat was een zonnaschooltje. Heeft de 50 jaar volgemaakt. Dat heeft nu de bewoners hier van het Lool. Heeft dit allemaal gekregen. Dit is 1834, dit is alles nu wel. Dat heeft sterk gemaakt hier in Rijwam. Ik ben door even deze door de wijnstuur in de clubjes en deze van neer die Vierberg. En ziet u nog wel eens in deze stoel? Ja, zeker. Dat is genoeg zitten, hè. Kort met de benen op de grond. En dan normaal heb ik een borreltje bier, maar ik denk dat ik nog maar mijn koffie moet gebeuren. Hè? Ja. En dan zit er nog collega's van de trekkerclub, die komt dan nog eens hier en doe een kaartje liggen of zo. Of. Weet je, dit is meer een hangplek voor ouderen, maar dan binnen. Niet op het Hemaplein, want daar vullen we ons nog niet toe. Maar. Ja, hier bij Boeten, bij de buurleur, die heb je dat Dolle Huske. Waar kwam we samen, moesten we onverwacht hier komen. Naam het bord van Dolle Huske. Moest Dini en ik onthullen. Ja. Dat was weer de nieuwe buurt. Dat is een oud gebouw hier. Nou, dat is de Korhanen. Maar daar heb je inmiddels denk ik al wel zien, hè? Ja. Er zit een gevelsteken op. En wat houdt dat in? Gevelsteken, dat is hoop. Ja, hoe zeg je dat? Hoop en liefde. Dat heeft met te maken. En dan heb je de vlechten nog niet door. Al een dakkerskarf.
dit is allemaal nog gewoon door zitten en rust toe. En hier kan je mouwen scholf, dat is verleden tijd, hè? Ja. Denk je daar nog met weemoed aan terug, of? Jazeker. Ja? Dat was samen met Twan was dat, ja. De eerste jaar hoe zijn bloed mag, hoe zijn bloed mag. Maar dat was eenmaal. Ja. Ja. Ja, dat was in al de vliegsport. Voor de wassenklokken en zo. De mangel. Ja, de beschuwen en zo, dus ja. Ja. Ja, ik denk dat, ik heb mezelf aan denk, maar dit is het kleinste museum van gemeente Berkelland. Maar ik was zelf de boksenbal, dat is het verschil. Ja, ik moet aan de oorvaarsluchtbal moet. Dat is de bedoeling dat hij ook ooit komt. Ja, dat wil ik lasten. Dat is wel iets van de schuppen. Wat dan? Van de feestschuren hadden. Ja? Konden ze naar boeten en konden ze altijd... Konden ze bij ons achter toe, zo de, in het weiland konden ze... Had je geen toilet? Ja, dat kan. De heren die hadden hem leven in de handen. Voor de kerels is dat allemaal mooi, toch? Ja, dat zeker. Ja, nee, maar dan kan je de leiding nou zelf in de hand houden, nee, anders dan is het... Ja, ja, dit is Jan Kerkhoff. Die achterheid was die mensen nu loopt, die dood met aan... met winterwandeling van het Muldershuis. Maar door het doodhuisje staan, of washuisje was dat, ja. Wij daar zitten in de bus. En hoe houdt hij alles in de gaten? Ik heb altijd de neiging nog, ik kan van alles gewoeken, hè. Maar ik heb hier maar bij een kleine ruimte, dus dat houd ik je op. Ja, ik vond ook al wel altijd daar bij Borrego werken. Maar de vrouw zegt dan, neem je, ga je met de fiets naar Barcelona en zo doen is mij dat te wiet. Want anders slep ik alles met naartoe, zeg. Ik heb ook een beetje bij de schaapskudde. Ja? Dat was het dan. Dat was het, Herman. Ja. Dankjewel voor de rondleiding. Ja, geen dan, hè. En de volgende keer is wat nieuws hebben, zag ik toen wel denk. Dat is goed. Tot ziens. Ja. Goeie zondag nog. Of maakt dat niet zeg? Nee, hè. Of dat ook wel tussen denk ik toch.